Ik word er. Ja, ik merk dat ik daar wel een beetje emotioneel van word. Ja. We gaan terug in de tijd. Welkom bij Oude Tijden. En hier zitten ze, mijn oud-collega's. Ja. Winston Post en Koert-Jan de Bruin. En ik ben Bas Muis. Heerlijk om jullie weer naast me te hebben, gasten. Dit is zo ontzettend leuk. Ja, het was nu al eigenlijk lachen, hè, voordat die camera ging draaien. Zonder de beelden erbij is het al gezellig. Lina! Lina! Kom maar bij mama! Ja, dit is spanning en sensatie. Dit is de maffiatijd. Welk jaar was dit, denk je? 1999 en nog in het voorjaar ook. Dus echt al lang geleden, nog in de vorige eeuw. En ik kwam de serie in als maffialid. Ik heb jarenlang natuurlijk in Italië geleefd bij een maffiafamilie, de familie Oliviero. Dus ik heette ook eerst Stefano Oliviero toen ik de serie binnenkwam. En, maar qua acteerwerk was het nog niet... Ik vond dit wel een stuk beter dan tegenwoordig. Benjamin. Ja, de kapper. Wat een afspraak. Oh. Volgens mij ben ik precies op tijd. Ik had je heel anders voorgesteld. Ja, je ziet het misschien niet aan me af, maar ik kan echt heel goed knippen. Ja, nee, daar ga ik meteen vanuit. Roos, dit is Anita. Hoi. Werk je ook hier? Nee, helaas niet. Ja. Het was wel duidelijk waar je... Ja, jij was wel de man, hoor. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik ben er gewoon stil van. En niet om mezelf te zien, met een heel jong kopje, maar om Guusje te zien. Nou, weet je, want ik heb best wel intens met Guusje gespeeld. En wij gaan nog steeds elk jaar, zoals jullie weten, gaan we met een groepje naar de graven van Enwik Jongsma en Guusje Nedorst toe. Ja. Dus dit is eigenlijk voor het eerst dat ik haar weer zie, want ik kijk eigenlijk nooit terug. Dus daar ben ik even van ondersteboven. Maar het was een superleuke scène. Het was de eerste scène die ik als Benjamin mocht spelen. En ze zijn echt onder de indruk van jou. Ja, dat is alleen maar leuk, toch? Ja, het is wel gespeeld allemaal, hè, Bas? Nou... Ja, precies. Zeg, gaat het nog lang duren? Nou, een dag of twee, schat ik zo. Wat? Nee, het is wel voor elkaar. Ja, waarom moest het zo lang duren? Ik zet geen voet meer in dit. Nee, kom in. Nou, graag gedaan. Lekker knoeitje. Ja, hey. Mooi begin. Maar die lift, dat hadden ze toch nooit moeten doen, die lift. Wat een drama was die lift. De lift tegenwoordig is wel een stukje beter dan toen, ja. Ja, ik kan me herinneren, dat was echt... Want dan moest je ook aan zo'n schot trekken, geloof ik. Ja, en dan zag je zo'n... We zullen niet helemaal gaan verklappen natuurlijk. Ja. Maar dat was een drama, die lift. Ja. Ja, dan gingen ze aan een schot, zodat het leek alsof die lift dan omhoog ging. Ja. Weet je, of naar beneden. Maar wat mij heel erg opvalt, is inderdaad dat het heel slecht is. Ja, ook al heb ik, ja, ook al heb ik, ook al heb ik drie woorden gewisseld. Maar ook dat het eigenlijk een beetje op zo'nzelfde manier geschreven is als hoe jij erin ging. Hè, zogenaamd zo van nou, dat de dames dan zogenaamd onder de indruk zijn. Ja, en op zo'nzelfde manier, op dezelfde manier geschreven. En dat ik dus een partij Amsterdam zou kunnen. Dat hoor je wel, ja. Waarom ging ze dan weg met die twee koffers? Hè? Dat jullie ruzie hadden. En waarover? Omdat ze nou eens eindelijk door het wat voor een hypocriet jij bent. Benen, haaien, bek, is goed. Heb je de dame van die trap geflikkerd? Hou je kop dicht. He? Heb je de dame van die trap geslagen? Toen zag je de dood liggen beneden. Toen raakte je in paniek. Oké. Heb je de greep in de kast gedaan? We gaan er helemaal niet vandoor. Jij moet weg naar de bak! Mooie scène! Dit is een mooie scène. Pas beschuldigen jij, hè? Mooie scène. Ja. Want het was niet zo uiteindelijk. Nee. Het was niet zo. Ik kende deze scène, ja, ik was hem eigenlijk alweer vergeten. Ik ken hem niet zo goed. Maar dit is best nog een goede scène eigenlijk. Ja. Zeker voor jou doen, Wim. Ik weet ook nog wel, en daar hebben wij echt wedstrijdjes om gehouden, wie kreeg de meeste brieven per week? En toen weet ik nog wel, daar had ik een keer gewonnen, had ik 100 brieven in één week gekregen. Ja, ik heb dat altijd wel als heel bijzonder ervaren. Ja, dat mensen al hun gevoelens met je deelden per brief. Dat was toen nog zo. Ja. Nou, jullie weten dat ik eigenlijk door die echt die populariteit die wij destijds hadden,
durfde ik echt anderhalf jaar lang de straat niet op. Hè? Dat weten jullie. Hè? Ik ben echt mensenschuw geworden vanwege de impact die het had op mij. Al die mensen om mij heen. Ja. Ik hou best van mensen. Ik ben best een sociaal dier. Ik verwaarloosde eigenlijk mezelf door continu maar... ik ben een pleaser. Dus continu maar ja te zeggen. En nooit nee te zeggen tegen de mensen. En dan was er altijd een sneeuwbaleffect. Weet je wel? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan zegt van... Nou, ik trek die voordeur achter me. Ja, zeker. En ik kom gewoon even niet meer buiten. Of in de auto. Hè? In de auto was ik altijd veilig. Ja. Deed je deur dicht. Vroom. Ja, nou, radio, zelfs op de snelweg, dan zat je naast je. Toeterende auto's naast je, mensen, hey! Ja. Ja. Dat is ook natuurlijk super leuk. Tuurlijk, aan de ene kant wel, maar je wil ook even gewoon alleen zijn op een moment. Ja. En dat was je gewoon nooit. Nee. In ieder geval, en ik denk dat u zelf ook... Ik wil ook wat zeggen, dat u de groeten moet doen aan tante Henny. Robin. Laat hem, hij mag toch ook wel wat zeggen. Ja, natuurlijk mag je wat zeggen. Weet je wat we doen? Alles wat jij wilt zeggen... Dat schrijf je gewoon op een papiertje en dat lees je dan voor op de begrafenis. Ja, ze maken ook een tekening. Ja, ook leuk. Dat is ook goed. Hij is zo goed voor Benjamin. Hij speelt zo goed. Robbie Verheijen, ja. Leuk dat hij nog steeds ook, veel te zien is eigenlijk. Ja, hij is een waanzinnig goede acteur. Ja. Dit deed hij zo ontzettend goed. Ja, want dit was echt wel heel lastig. Hè? Ik mocht alles zeggen, ik mocht alles doen. Maar spelers, jazeker, de spelers die moesten... door blijven spelen en die moesten mij negeren. Dat was zo moeilijk. Dat is dat heel was moeilijk. Zo ontzettend moeilijk. Stond ik echt zo'n stuk bij jou. En dan mocht ik niet in de lach schieten. Ja, het was onmogelijk gewoon. Dus ook bij Rob, wat je nou ziet, ook bij Rob Verheijen. Hè, die speelde mijn broertje. Super knap dat hij het zo mooi weet te laten zien eigenlijk. Terwijl hij ziet mij natuurlijk daadwerkelijk wel. Maar het is ook typisch natuurlijk iets van soap. Hè, waar we ook... Wat je dan ook wel eens terugkreeg van dan kan je zeker weer terugkomen als geest of als tweelingbroer. Of als tweelingbroer, typisch, maar dat is volgens mij nu niet meer zo. Het is nooit meer gebeurd, jij bent de laatste geest geweest in de serie. En toch vond ik wel een hele gave manier waarop ze jou hebben laten terugkomen. Het werkt wel. Meneer Hansen, gaat het wel? Ja hoor. Ja, ik zat even aan vroeger te denken. Zal ik u even naar huis brengen? Nee hoor, nee, is nergens voor nodig. Hoeveel krijg je van? Dat is al goed, ik heb het al opgeschreven. Okay. Ik heb eigenlijk alleen maar waanzinnig gave herinneringen aan Wik Jongsma. Maar een van de meest mooie dingen, die heb ik dan in mijn eentje, niet met Win en Koert erbij. Wik zei af en toe van, joh, als wij de laatste scène hebben samen... dan breng ik je wel even naar huis. En daar had Wik nooit zo zin in files. En dan reed hij gewoon hupsakee over grasstroken. Gewoon keihard langs die file. En dan toeterde hij eruit. En dan zeg ik, maar Wik, dat kan toch niet als de politie dat ziet. Dat mag toch? Zei hij, ja, maar als je op de televisie komt, dan mag je altijd wat extra's. En dan hupsakee, dan reed hij zo langs die file. En allemaal mensen die zo uit het raam bewegingen maakten. Maar dat trok hij zich niks van aan. Hij is echt een hooggeschoolde acteur. En hij zag ons natuurlijk als jonge broekjes die er zomaar bijgeraapt werden. Dus hij heeft ook echt wat tijd geïnvesteerd in mij. Qua spraak. Absoluut. En qua die spel. Energie, die wilde hij ook. Ja, hij was wel zo fucking professioneel dat hij dat wilde overbrengen. Ja. Ja, wat ik me kan herinneren van Wik is eigenlijk ook wat jullie omschrijven. Maar ook wel iets anders, dus misschien wat tragischer, maar dat ik merkte dat Wik in de echte wat latere periode zichzelf zo erg, zo streng was voor zichzelf. Hij omdat hij niet alles, weg, ook zijn teksten niet altijd meer zo goed kon onthouden. Ja, terwijl hij daarvoor natuurlijk heel erg altijd gefreewheeled heeft met zijn spel. En daar had ik zoveel bewondering voor. En ik kan me nog zo herinneren dat ik het zo pijnlijk voor hem vond, dat zo moeilijk was op een gegeven moment. Het is een fantastische man en we zullen hem nooit, nooit vergeten. Nee. Het is trouwens in november 15 jaar geleden. Meen je dat nou? Daar gaan we wat moois van maken. Zeker. Ja, het is toch een mooie traditie eigenlijk hier. Fantastisch, fantastische man. Ik word er... ik merk dat ik daar wel een beetje emotioneel van word. Ja. En door. Volgende scène. Wil jij me niet mee hebben? Nou, kom op. Jij doet nu gewoon zo nonchalant omdat je... Ik ga mee! Tokio, man. Die stad hier heeft dag en nacht. Ja, vlucht. En dat is geen goede reden. Ik kan het beter bedenken. Je ei wordt koud. Ja, mijn ei wordt koud, ja. Je hebt nou het bout. Ja, in Japan hebben ze ook lekkages.
Jef heeft jou nodig voor de koning. Ik heb gedaan wat ik kon en dan het rest het maar over. Ik weet niet of ik als... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ik als Dennis een soort vaste rol zou willen hebben nog. Maar een tijdelijke terugkeer is... Daar zou ik altijd ja op zeggen. Als daar ruimte voor is, dan is dat... Dat is ja, wat jullie ook aangeven. Weet je, er zit zoveel positiviteit omheen dat ik daar niet lang over zou twijfelen. Ik had in 2003 had ik aangegeven, ik wilde eigenlijk mee stoppen. En toen zei ze, kan helaas nog niet, je kan er nog niet uit. Want je broertje krijgt een verhaallijn. Dus dan moet jij ondersteunend aan zijn. Nou, dat was prima. En toen vroegen ze ook nog, stelden ze mij de vraag, wil jij dood of levend uit de serie? En toen heb ik dood gezegd. En weet je, daar heb ik nog steeds spijt van. Oh ja? Ja, ik kan me voorstellen. Nee, ik had beter, hè, soms, ik zag jou natuurlijk als knipperlicht steeds weer terugkomen. Ik kreeg die keuze en toen heb ik gezegd, maak Benjamin dan maar dood. En daar heb ik echt spijt van, ben ik serieus. Nou, als geest kan hij altijd nog terugkomen. Moet Winston terugkomen als geest? Stem allemaal ja, dan komt hij gewoon terug. Ja. Maar ja, je zou natuurlijk ook nog kunnen nadenken over een spin-off met de oude garde, de jongens van toen. Had je daar ideeën over? Nou ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Over een toneelstuk theater met ons vier. Nou, hebben we ook over nagedacht. Ja, hey, als ik even het voortouw mag nemen. Ik vond het fantastisch om dit allemaal terug te zien. Ik vond het fantastisch om op de bank te mogen zitten. Een keer niet in het RTL Sterrenteam, maar gewoon lekker gezellig hier. En ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Dit waren eigenlijk oude tijden samen met collega en vriend Koert-Jan de Bruin en natuurlijk vriend. En eigenlijk ook, we hebben ooit nog eens in een gelegenheidstrio gezeten. Maar goed, dat komt nog wel een keer. Ik zou hem even oppassen zien, want dit gaan mensen nooit meer snappen. Bas Muis, dames en heren. Ja. Winston Post en Koert-Jan de Bruin. Ja. Dit was Oude Tijden. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Even lekker terug in de tijd. En volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Tot dan. Hoi. Nou, dat was leuk om even terug te kijken. Heerlijk. Het is zo gaaf om dit allemaal weer terug te zien.